Aan alle mensen die gekomen zijn, proficiat. En alle mensen die niet gekomen zijn, krijg de vette tering. De dikke vette tering. We zijn hier vandaag voor de 5e aflevering samen met... Jonathan Midaar. Yes. Vertel wat meer over jezelf. Van waar kunnen de mensen u kennen? Ja, van het 2020-lied op TikTok. daar kunnen wij van kennen. Vind je dat niet, allee, niet kut dat het zo... Dat gerefereerd wordt aan één lied? Nee, want ja... Het was wel een goed lied. Maar meestal is bij mij altijd ofwel 2020, ofwel Jeetje Mina, ofwel Paniek in de Tent. Zo die drie. En niet... TikTok in het algemeen, ja, denk ik gewoon. Ja, TikTok staat wel echt op mijn voorhoofd getatoeëerd. Dat is wel waar. Ja. Maar ik voel die edit al aankomen. Yes. Dit is Jonathan Midaar. We gaan direct beginnen bij het begin. Steffi, bedankt voor deze mooie kaartjes te maken. Ik ben echt goed voorbereid door Steffi. Heb er uw werk in gestoken, maar je hebt goed gedaan. Ik voel me echt zo'n presentator. En vandaag gaan we naar... Het is de meest gestelde vraag. En ik wil eigenlijk eindelijk een eerlijk antwoord. En geen gezeven. Ja, Jonas. Waarom zijn jullie gestopt? Omdat we te oud zijn. Het eerste deel is voorklap. Voorklap is dus eigenlijk gewoon een beetje vragen van de kijkers, van de volgers. Ik heb aangekondigd dat jij ging komen, dus ze hebben hun helemaal losgelaten om vragen te stellen voor u. Oh. Morgan Pelgrims vraagt, van waar haal je al die energie? Vanuit koffie, cafeïne, Naloo, Red Bull en... en andere etenswaren. Drink vooral thee. Dit is echt thee, dit is niet gewoon warm water, want ik heb vooral niet alles bij buiten de theezakjes. Ja, het ziet er allemaal vrij tof uit, maar ik zit hier gewoon echt water te drinken. Ja, ja, gewoon warm water. Puur voor de setting, hè. Theekransje, deluxe edition. Ja, maar sponsor mij dan, hè. Allee, ik heb het nu al elke video gevraagd. Sponsor mij dan dat ik thee heb, tenminste. Pickwick, doe je ding. Pickwick? Ja. Wat is dat? Pickwick? Dat is toch het theemerk? Lipton is toch het theemerk? Nee, Pickwick. Wat is het beste theemerk? Pickwick of Lipton? Drop het in de comments. Steffi vraagt, van waar komen je meeste kleren? Van de Think Twice, van de Urban Outfitters, Weekday. En als ik een beetje geld heb, van de Bijenkorf of zo. Oh. Zelden. Maar Urban Outfitters ook. Maar dan moet je ook al geld hebben, vind ik vaak. Hè? Ja, maar... Als ik in de Urban Outfitters ga en ik koop 3 stuks, dan weet ik dat ik met 250 euro niet ga toekomen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Fleur vraagt, welke richting volg je? Retail Management aan de Hogeschool van Gent. En ik ben daarin gestapt... Je hebt dat eigenlijk niet gevraagd, maar ik ga dat toch vertellen. Ik ben daarin gestapt met het doel voor ogen om een eigen winkel te openen in kleding. Dus hetgene waar ik wel mee bezig ben. Maar, naargelang dat ik de richting nu volg, des te meer dat ik besef dat echt totaal niks voor mij is en dat ik eigenlijk gewoon mijn studie afmaak voor gewoon een diploma te hebben. Dus sorry leerkrachten, jullie kijken, maar ik zit echt met nul motivatie in de les. Wow, dat wist ik niet, dat sukt wel echt. Ja, ik vind het echt niet meer leuk, echt totaal niet. Ik ga nu als een serieuze man naar je luisteren terwijl ik de kaartjes naar achteren zet. Die okay, ik zeg maar verder, Jonathan. Maar ja, nee, ik weet niet. Dat ik echt al van het begin af aan wist dat ik niet zo iemand ging zijn die heel mijn leven lang een 9-to-5 job ging doen en altijd hetzelfde. Ik ben zo'n die een beetje van dit proeft, een beetje van dat proeft. Volgende vraag. Foktop Live vraagt, wat doe je als werk? Ik ben YouTuber. Nice. Ja, als werk. Ik ben nog gewoon student. Dus ik zit in mijn laatste jaar retail management nu. Dus ik ben niet echt aan het werken of zo. Maar ik doe nu wel dus filmpjes maken op TikTok, Instagram en YouTube. Wat wel voor een enorme werkdruk zorgt. Maar of je dat nu echt als werk kunt zien. We vinden het leuk om te doen, maar het is wel echt veel werk wat mensen soms echt niet snappen. Hanna vraagt, waarom praat je zo met Hollandse woorden? Mijn mama is van Nederland en mijn papa is gewoon van België. Dus die hebben elkaar leren kennen en ja, toen ben ik eruit gekomen. En dat is een beetje een mix van Hollands en gewoon Vlaams. Maar ja, ik praat wel echt Vlaams, hè. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar je hebt wel een reden om Hollands te praten. Ja, hè? Ja. En dan Jeetje Mina, Paniek in de Tent. Ja, dat is allemaal vanzelfsprekend Hollands. Ja, maar nu is het vanzelfsprekend gewoon Jonathans. Ja, dat is wel waar. dat is echt waar. Dat is echt waar. Iedereen die hier voorbij loopt, keuren wij sowieso. Nou, een zesje toch, hè? Een zesje. Zes. 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 Zes.
De laatste vraag. Ik ga je niet verplichten om die te beantwoorden, maar je kunt het misschien ook beantwoorden op uw manier. Toby vraagt, wie haat je het meest op TikTok? Ik ga geen persoon zeggen, maar ik ga wel zeggen wat mij stoort op TikTok. En dan kunt je zelf wel raden wie dat doet. Hè? Wat ik gewoon niet leuk vind, ik open TikTok met het idee van, oké, nu ga ik lachen, nu ga ik plezier hebben, nu ga ik leuke lifehacks zien, nu ga ik creativiteit zien. En als er dan mensen zijn die heel de tijd zitten zo op het negatieve en het gaat fout en dan heel de tijd zitten te haten op elkaar en dit en dat, dan vind ik het heel vervelend. Of zo, bijvoorbeeld, er is een haatreactie, dan gaan ze op die haatreactie reageren en dan komt er weer drama. Ja, ja. De drama people van TikTok. Ja. Dat kan ik wel beamen. Dat vind ik ook persoonlijk. Als je daarnaar kijkt, ik word daar slechts gezind van en dan verlaat ik TikTok met het gevoel, oké, jammer. Ik kijk echt bijna geen TikTok meer. De enige reden dat ik nog TikTok kijk, is om zo zelf wat te weten wat er gaande is, omdat ik daar zelf ook iets op post. Maar voor de rest, vroeger vond ik dat echt wel eens leuk om op toilet een uurtje te zitten en een uurtje TikTok te scrollen. Maar no way, ik wil geen drama op de wc. Dat is gewoon rust, hè. Er wordt ook gewoon zoveel haat gegeven op die app. Oh. Ja, dat is niet grappig. Iedereen moet gewoon zijn ding kunnen doen. En als je het niet leuk vindt, klik dat dan weg. Maar zo, Ja, weet je dat je gewoon je video kunt ingedrukt houden? Hm? En dan gewoon, ik wil dit niet meer zien. Bij mij staat Garben ook opnieuw willen zien. Dus, ja, bedoel. Door die een reactie te geven, komt die juist meer in het algoritme. Ja. Meer op de For You-page. En gaat je die alleen nog maar meer zien. En iedereen. Daarom dat wij zo de lucht in schoten. Ja, niemand wil ons zien. Jullie haten ons allemaal. Lize vraagt, van waar komt het woordje flappy? Ik weet niet. Ik zeg dat al letterlijk heel mijn leven. Ik zeg dat gewoon echt al tegen mensen in het middelbaar, mensen in de lagere school. Ik zeg dat altijd. Gewoon als ik uw naam niet weet, of gewoon uit makkelijkheid, uit simpele gewoonte. Maar je zegt al zo lang. Ja, ik zeg al zo lang flappy. Ik zeg ook tegen letterlijk iedereen flappy. Tegen leerkrachten zeg ik soms flappy. Tegen vrienden zeg ik flappy, kennissen zeg ik flappy. Oké, tot zover de vragen, Jonathan. Nu gaan we over naar het tweede deel van de video. Do or die. In dit stuk heb ik iets mee wat heel kut is. En in dit geval is het, ik neem het, geef me een secondje. Het is Bean Boozled Flaming 5 Challenge. Maar welke edities, dat heb ik nog nooit gezien. Sriracha, jalapeno, cayenne pepers, habanero en dan de Carolina Reaper. En dan gaat dat van niet zo heet naar heel heet. Ik heb ze al gegeten, dat is niet normaal, ik zweer het u. Maar ik ben dat dit in een snoep. Luister, ik ben echt goed in pikant. Ik ook. Ik ben echt immens goed in pikant. Ik heb ook geen melk mee, hè. We don't do it with milk, hè. Heel veel mensen die vroegen of jij lief had. En ook heel veel mensen die vroegen of jij samen werd met Caroline. Of dat jij samen wou gaan met Caroline. En dan was er één meisje die was duidelijk obsessed met het feit jij en Caroline als een koppel. En ze gaf u ook de opdracht, bel Caroline en vraag het aan. Sorry Caroline. Ze heeft trouwens een vriend, hè. Ja, Flap. Flappy? Ja? Ik moet je iets serieus zeggen. Serieus? Ja, echt iets heel erg eerlijk. Zet u neer. Nee, ik ga dat niet wachten. Flappy? Ja? De laatste tijd, hè, begin ik zo wat gevoelens voor u te krijgen. Wat? Wat? Het is wel serieus, hè? Het is wel echt serieus. Nee. Ah ja, ik vraag het aan. Vraag het aan me mee? Ja. Ach ja. Ze heeft ja gezegd. Ik vond het heel grappig, maar nu moet ik een peper eten en dat is minder grappig. Oh, het is jalapeno. Hier gaan we. Hij is niet normaal hoe pikant dat hij is. Maar smaakt het ook echt naar jalapeno? Want ik hoor echt van die jalapeno's. Het ding is, het smaakt naar jalapeno's. Oh, ik hoor het. Oké, de volgende is... Dans nu de web in uw onderbroek, AUB. Haha. Ja, ik zal wel eentje eten dan. Yo, het is hier -6 graden. Wat dacht je? Dat hij er echt goed op geschreven van, dat gaat hij nooit doen. Dan moet hij wel eten. Ja, maar ja, sowieso. Ik moet er nog eentje. Zwaar. Oké, wacht. Ik ga draaien. Dit valt te vergelijken met een echte jalapeno, vind ik. Maak een diss track in 1 minuut 30. Dit is iets wat we sowieso gaan doen. De verliezer moet gewoon een peper eten. Over en Wannes is jury. Ik ga beginnen, want dat van mij is fucking slecht, maar echt zo slecht. Ik weet nu al dat ik een peper ga moeten eten. Geef me een beat, Jonathan. Jonathan, de man die niks kan. Je stinkt naar kak en je 2020 lied was zwak. Ey, je edit is een braak. Ik dis u met gemak. Ey. Zo in de zaak. Je bent onvruchtbaar. Dat was het. Ey, je bent een kleine rat. Je stinkt tering uit je gat. Je zit in een dwaze kleine mol. Uw klein staat er tot geen hol. Ik wil u even zeggen, stop met TikTok. Potje lap op de grond. Ja, ik geef u echt een bok. Ey. Wie was beter, mannen? Ah,
dat is niet waar. Maar mijn ritme zat niet juist. Het lag volledig aan Garben. Drop maar in de comments wie hier gewonnen heeft. Oké, we gaan gewoon allebei eentje doen. Allebei eentje grabbelen. Ik heb de Carolina Reaper. Dat is de heetste, man. 3, 2, 1. Ja, die voel je wel binnenkomen. Dat is wel pikant, dat wel. Maar ik vind het wel nog lekker. Maar ja, ik hou van pikant, ik zeg het. Ik vind het echt lekker. Oei, maar kun je even je bek houden? Dat is echt... Dat is toch lekker? Ik kan nog een kopje thee zetten. Oké, twerk terwijl je het 2020 lied meezingt. Dat ga ik doen. 2020, wat een jaar, jeetje mina, o zo zwaar. Het begon reeds allemaal met die bosbrand, geniaal. Australië in de rook, terwijl er bij ons een storm op dook. What the fuck? Kiara en de... What the fuck? Jan Galepeño. Oké, dan zijn we klaar met het tweede deel van de video, over naar het derde deel. Nu gaan we over naar gênant of ambetant. Ik leg u dus iets op wat ambetant is om te doen. En wat ik nu vandaag ga opleggen is 3 Carolina Reapers in 1 keer. Oftewel, vertelt je een gênant verhaal. Ja, dan ga ik het gênante verhaal vertellen, ja. Ja, oké. Okay. Dan komen wij wat sappigs te weten over Jonathan. Vertel maar. Oké, okay, dus. In het middelbaar leek ik echt wel een goede student. Ik was ook wel een tamelijk goede student, daar niet van. Maar ik durfde wel vaker te spieken. En echt next level. Dus en mijn gsm en al, gewoon toetsen kopiëren van vorig jaar, die shit. Hè? Maar die shit, die shit, je weet. Sorry leerkracht, als jullie kijken, maar ik heb echt veel fraude gepleegd. Maar het ding was, ik had les van wiskunde. En het grootste wat we wel hebben gedaan, dat was echt top. Dat was de 2 klassen, die hadden alle 2 een toets van wiskunde. Maar het was iets met integrale kennis, iets dat niemand snapt. Dus op die manier hadden wij in de grote zaal tezamen die toets dat we moesten maken. En de leerkracht zelf was ziek, dus die was niet aanwezig. Maar ja, wat hadden wij gedaan? We hadden gewoon de 2 klassen samen in 1 groepswerk, groepsmap, messenger, chat gestoken. Dat we dus gewoon foto's konden maken van onze toets en dan van elkaar waren aan het overschrijven. Dat was prima gelukt, top. We dachten, het zit dik in de chacos. Echt prima. Maar dan, de volgende les, had ze dus die toetsen verbeterd. Hè? En op die foto, het was zo onduidelijk, was dat nu een 8 of een 6? Dus bepaalde mensen hadden zo'n 8 opgeschreven en bepaalde mensen hadden een 6 opgeschreven. Ja, ik zat bij die mensen die dus een 6 had opgeschreven. De foute groep, want het was blijkbaar een 8. En achteraf had ze zo gezegd van ja, de mensen die een 8 hebben opgeschreven, kom maar naar het bord. En we moesten allemaal die oefening aan het bord maken. En dat is nu boven water gekomen en ik was toen wel echt in mijn broek aan het scheiden van schaamte. Dus dat was eigenlijk wel, dat was een heftig moment. Het vierde deel van de video is achterklap. Achterklap is eigenlijk 1 brandende vraag die ik voor u heb, of die ik merk, die veel mensen voor u hebben. En deze keer is het iets wat ik heb gemerkt dat heel veel mensen wel voor u hebben, deze brandende vraag. Oula. Heb jij ooit al een relatie gehad? En heb jij nu een relatie? Ik heb al ooit een relatie gehad, maar dat was nu ook niet om te zeggen hut van hut. Hè? En ik heb momenteel geen relatie. Dus slide in de DM's. Nu weten we het allemaal, Jonathan is nog steeds single, dus het schattige, mooie mannetje met het broske en baard en mooie... Dit is een hele slechte omschrijving van Jonathan, maar hij is single, dus slide in zijn DM. Volg Jonathan zeker op Instagram, op TikTok, op YouTube. Like, abonneer, reageer. Ik weet nog steeds niet wat ik moet zeggen om deze video af te sluiten, maar ik zeg gewoon dag, ciao, adios. Doei. Ciao, Bella. Oké, we sluiten af, mannen. Salutjes, hè. Tot de volgende. Ik moet nog door naar Carolina, mijn chick.